Het is het pronkstuk van Harm van Heiningen. Deze stoomhijskraan van ruim 70 jaar oud. De kraan werd ooit door zijn vader overgenomen van een fabriek. Als vrijwilliger was Harm jarenlang bij het droogdok te vinden om het familiestuk te onderhouden. Het is een soort kind van je, waar je 35 jaar voor gezorgd hebt. Je hebt hem helemaal opgebouwd omdat hij kapot was bij de werf vandaan. En ja, je weet al zijn nukken. Harm en het bestuur van het droogdok liggen met elkaar in de clinch over de historische waarde van de kraan. Daarom voelt Harm zich genoodzaakt om de stoomhijskraan te verkopen. Ja, net als een mens heeft ook deze kraan zijn eigenaardigheden. En als je daar gewoon netjes mee kan omgaan, dan zie je dat als familie. Harm zette de stoomhijskraan op Marktplaats. En met succes, want de kraan is overgenomen door een museum in Dronten. Als je nou een nieuwe wil ontwikkelen, dan moet je eigenlijk die oude hebben om te kijken hoe je de nieuwe gaat bouwen. En ja, als je dan de oude dus niet meer hebt, dus het oermodel zeg maar, ja, dan kun je slecht afkijken van iets wat er niet meer is. Harm heeft de stoomhijskraan uiteindelijk gratis weggegeven. Het museum uit Dronten betaalt de kosten voor het transport. We hebben hier zeker de eerste 10 jaar zoveel plezier gehad. Een hoop oude bekenden die toch ook weer komen kijken. Maar het is wel over nu, dit tijdperk.